Ja, maar dat is dus het grote probleem. De overheid stuurt korte termijn, omdat de overheid wil goedkoop geld. Als wij nu 4% op staatspapier zouden moeten betalen, dat kost flink wat miljarden. Betekent dat je het ergens anders moet weghalen of de belasting omhoog gooien. En dat wil men niet. Dus het is allemaal korte termijn versus lange termijn. Ach, komt wel goed. En gezien alles, ook de toezichthouder, steeds meer korte termijn aan het denken is, is het hebben van een lange termijn visie ook voor een pensioenfonds absoluut een uitdaging. En best wel lastig. Er spelen gewoon een heleboel krachten. En de meeste sturen een pensioenfonds ook weer naar korte termijn. Laat maar heel zeggen, pensioenfondsen worden gewoon op dit moment maar op één manier beoordeeld. Dan is de dekkingsgraad. Nou, de dekkingsgraad fluctueert van dag tot dag gezien de renteontwikkelingen. Nu wel wat minder vanwege de nieuwe regeling. Maar nog steeds zegt de UFR alleen maar iets over, of de dekkingsgraad iets over vandaag. En zegt die heel weinig over hoe de dekkingsgraad over 5 jaar eruit ziet. Terwijl je dat wel van belang zou moeten zijn. Maar bij pensioenfondsen zou het toch meer moeten gaan op rendement op de lange termijn en niet over risico's? Alles op dit moment is risicogedreven. Men kijkt, de eerste vraag is van wat is het risico en kunnen we het risico mitigeren en hoe kan ik ervoor uitgaan dat ik minder risico loop? Op dit moment blijkt alles eigenlijk alleen maar uit risico's te bestaan en juist de rendementen worden eigenlijk een beetje zijn ondergeschoven kindje. Als je bijvoorbeeld kijkt naar staatspapier. Staatspapier in Europa levert eigenlijk een rendement van ergens tussen de 0 en de 2% op, afhankelijk van het land en de looptijd. En dan zit je dus gedeeltelijk met staatsleningen van 30, 40, 50 jaar. Wij weten één ding zeker, dat met een rendement van 2% over 40, 50 jaar wij geen pensioenen kunnen betalen. En toch, vanuit een risicogedreven optiek, blijven we maar een heel groot gedeelte van ons geld in staatspapier beleggen. Gedeeltelijk ook puur gedreven vanuit de toezichthouder en vanuit de wetgever. De buffereistes voor staatspapier zijn vele malen lager, of bijna niet voorhanden, ten opzichte bijvoorbeeld van aandelen. Dus daar is ook natuurlijk een bepaalde sturing vanuit de overheid om pensioenfondsen en andere institutionele beleggers maar heel veel in staatspapier te laten beleggen. Omdat, laat maar eerlijk zijn, als we pensioenfondsen en institutionele beleggers dat niet zouden doen, zou dat betekenen dat de overheid meer zou moeten betalen voor de leningen. Het zou dus betekenen dat er een nog groter gat in de begroting zou zijn. Het zou betekenen dat je dus nog veel meer bezuinigen of met de belasting nog veel meer omhoog zou moeten gaan. Dus het is het uitruilen van één probleem voor een ander. Dus ook hier kiest men voor om korte termijn een probleem op te lossen en dan maar hopen dat het probleem op lange termijn, namelijk het niet meer kunnen betalen van pensioenen, dat lost zich vanzelf wel weer potentieel weer op. Hoe kwetsbaar is Nederland? Nederland is heel erg kwetsbaar als het gaat om zijn financiële sector. We hebben natuurlijk in Nederland A een heel grote, wat ik dan noem, officiële financiële sector. Maar wat een heleboel mensen denk ik niet weten of niet zo van bewust zijn, is Nederland heeft ook een hele grote informele financiële sector. Namelijk een heleboel geldstromen lopen allemaal via Nederlandse bedrijven. En dat is allemaal puur fiscaal gedreven. Dus Nederland krijgt daar een gedeelte van de inkomsten van. Maar voor bedrijven is het bijvoorbeeld heel aantrekkelijk om een soort schaduwbank te hebben in Nederland. Dus grote multinationale bedrijven hebben een bankaire eenheid in Nederland en daar lopen de interne geldstromen lopen daar overheen. Dat is voor hun fiscaal aantrekkelijk en daar pikt de Nederlandse staat een graantje mee. Betekent wel, gezien de omvang daarvan, dat de Nederlandse overheid ook heel kwetsbaar maakt. Dat op het moment dat een ander land een soortgelijke regeling maakt die net nog wat aantrekkelijker is voor grote internationale bedrijven, die bedrijven ook gewoon met die regeling gewoon naar dat andere land gaan. Dus dat maakt ook een overheid heel erg kwetsbaar. Dus als een andere regering dreigt dat te gaan gebeuren, wordt er gezegd van ja, als jullie wetgeving niet aanpassen, dan gaan we naar ergens anders naartoe. Dus dan zal de Nederlandse overheid vrijwel zeker zeggen van oké, dan passen wij ook aan. Maar dat betekent dan sowieso ook weer een gat in de begroting die dan weer op een andere manier gevuld moet gaan worden.